Hoi Brouwenhorst, oftewel Mr. Goldstar. Vandaag een evenement bij het Weggelen. Vertel er iets over. Ja, het Ouderenfonds heeft gemeend om in deze moeilijke tijd van corona een speciale dag te organiseren voor de ouderen die eigenlijk al heel lang verstoken zijn van familie. Hoe belangrijk is bewegen voor ouderen? Heel belangrijk. Wij merken het. Bijvoorbeeld, vorige week zijn wij weer begonnen met trainen. We hebben 2 maanden stilgelegen. En iedereen had gewoon weer zere spieren na 2 maanden gewoon niks doen. Dus dat betekent, je moet continu bewegen als je ouder bent. En dat is super belangrijk en we kunnen het niet genoeg benadrukken. En er is natuurlijk een heel verschil tussen de mensen waar jij mee werkt bij de Goldstars en de mensen die hier achter jou in zo'n verpleeghuis, in zo'n verzorgingstehuis zitten. Ja, kijk, deze mensen kunnen wij natuurlijk heel moeilijk richting bijvoorbeeld de Goldstars krijgen. Maar je kunt 2 dingen doen. Je kunt zeggen, de mensen die al ouder zijn en beperkingen hebben. Maar je kunt ook zeggen, ik ga nu inzetten op alle mensen, ouderen, die nog vitaal zijn. Houd die vitaal. Links, rechts, links, rechts. Hilly, jij bent de vrouw die heel veel doet in het sociale aspect van Heracles Almelo. Kan je er iets over vertellen? Ja, zeker. Ik ben inderdaad een maatschappelijk betrokken marketeer van Heracles Almelo. En dus ik ben eigenlijk verantwoordelijk voor alle projecten die Heracles doet op het gebied van maatschappelijk. En als je nou even achter je kijkt, het project wat hier op dit moment bezig is, een van de speerpunten van Heracles in deze dagen. Ja, klopt. Ja, het is vandaag Nationale Balkonbeweegdag. En onze eigen Heracles Goldstars kwamen met het idee om dit ook in onze regio te gaan doen. En dat kunnen wij natuurlijk als club alleen maar supporten. Dus vandaar dat wij hier vandaag zijn. Het bewegen van jou, met de ouderen. Ik heb ervan genoten. Ja, nou dat is mooi om te horen. ik ook zelf. Alleen ja, ik vind mezelf heel houterig. Dus ik kan niet zo goed dansen, maar volgens mij vonden de mensen het ook heel leuk. Dus dat is mooi. Betekent dat voetballen jou beter afgaat dan wat je nou vanmorgen gedaan hebt? Nou, ik zei net van mijn contract loopt af. Dus wie weet kan ik een carrière switch maken naar dansinstructeur, dat je me elke ochtend om 7 uur op Nederland 1 ziet. Ik weet niet of Nederland daar gelukkig van wordt, ik denk het niet, maar wie weet. Het zal wel.